Maar wel de oudheid en wel het humanisme en wel de verlichting, maar niet het christendom. Nou, dat is ook tolerantie en consideratie. Nee, dat is helemaal niet zo. De feiten blijven de feiten. Het humanisme is mogelijk geworden en ook de verlichting is mogelijk geworden door het christendom. En het christendom komt voort uit het jodendom natuurlijk, maar ook uit de Griekse filosofie. En maar vanuit de Griekse filosofie? Nee, helemaal niet. De fariseërs toch puur hellenistisch. Nou, het is inderdaad een gegeven, zoals u zegt, dat het hellenistische jodendom natuurlijk net het moment is geweest dat het christendom is ontstaan. Zeker. Nee, maar de joden zijn sowieso de beste. Zo maakt u zich niet ongerust. Nou.